Het ziet er zo luxe uit. I'm a girl, I would love this. Wie zag deze aankomen? Echt niemand, denk ik, hè? Hallo allemaal, super leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Neem daar vooral ook een kijkje. Vandaag heb ik weer een hele leuke video hier op dit kanaal voor jullie. En dat gaat over cadeautjes voor haar. Dit is natuurlijk om jullie alvast een beetje te inspireren voor het komende feestelijke seizoen. En ik kan jullie vertellen, ik heb echt hele toffe dingen gevonden. En misschien nog wel leuker, ik heb mij gehouden aan een budget van 5 euro maximaal per item. Dus allemaal cadeautjes voor een heel leuke prijs. Als jij ook benieuwd bent en nu al zin hebt in deze video, doe dan natuurlijk alvast je duimpje omhoog. Vergeet niet om straks te laten weten welke van de cadeautjes jij het leukst zou vinden om te ontvangen of weg te geven. En vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. En natuurlijk ook op mijn kanaal. Dan gaan we heel snel beginnen. Ik heb hier trouwens echt 3 tassen staan. Oh my god, dat is echt heel veel. Ik ga beginnen met iets wat ik zelf heel erg leuk vind om te krijgen. Namelijk dit soort sokken. Dit zijn echt van die home socks, zoals ze echt heten. Ja, het is niet alleen een sok. Dit is ook gewoon een bunny. Ik zeg je eerlijk, ik heb hier 3 paar van gehaald. Eentje voor mij, eentje voor mijn zus, eentje voor mijn nichtje. Hij had namelijk ook nog de zebra en het katje volgens mij. Ze waren €3,99 en ik vind het echt super cute. Eigenlijk zijn deze toch allemaal gewoon leuk. Ik denk dat mijn favoriet wel de roze is, alhoewel die zebra ook leuk is. Laat me vooral weten wat jouw favoriet is van deze 3. Dan een cadeautje dat wel echt bedoeld is om weg te geven. Volgens mij mag je dit ook alleen maar weggeven, zodat het geluk brengt. En dat is een Boeddha. Dit is de verpakking. Oeh, rustig, rustig, rustig. Don't break the Boeddha. Don't break. Hier zitten dus steentjes bij en er zit ook nog zand bij. Maar dat laat ik eventjes rustig in de verpakking, want ik moet hem natuurlijk nog weggeven. Maar kijk, dit is dus een plaat met daarop een Boeddha. En hier zie je dan nog een vaccinelichthoudertje. Dus hier kan een kaarsje in, steentjes en... Nou, eigenlijk heb ik gewoon een hele tuin aangelegd. Toch een soort van. En dit was maar €2,95. Dan heb ik nog iets dat heel leuk is om weg te geven. Maar waar je misschien ook nog een persoonlijke touch aan kunt geven. Namelijk een fotoalbum. Dit vond ik er heel erg leuk uitzien. Ik weet niet, het trok mijn oog zo met die sterretjes. Maar wat het natuurlijk nog leuker zou maken. Is wanneer je hierin ook meteen wat foto's plakt. Dit fotoalbum is €2,99. Dan nog iets waar denk ik alle dames wel blij van worden. Gezichtsmaskertjes. En dit zijn wel echt gezichtsmaskertjes om heel blij van te worden. Dit zijn namelijk verschillende peel-off masks. En allemaal metallic. Dus een roze, een groene, een zilveren en een goudgelige. Cleansing, purifying, smoothing, refreshing. I'm a girl. I would love these. En deze zijn €2,59. Dan heb ik ook deze 2 leuke bordjes meegenomen. Die zijn €2,22. En het zijn van die sterretjes met daaromheen ook nog een gouden randje. Vind ik echt super cute. En misschien is dit ook wel leuk om mee te nemen met meteen ook wat lekkers erop. Dan heb ik hier een cadeautje dat eigenlijk een beetje 2-in-1 is. Want ja, dit, nee, eigenlijk is het 3-in-1. Sorry. Dit lijkt op een koe namelijk. Het is ook een koetje. Maar dit is dus een kussen. Kussen. Maar het is tegelijkertijd ook een vliesplaat. En dat vond ik hier dus zo leuk aan. Want er zit dus aan de achterkant klittenband. Kijk eens even wat ik hier tevoorschijn haal. Het is tegelijkertijd ook een vliesplaat met een koeienprint. Vind ik echt een hele leuke print. Die print is echt underrated. We hebben het altijd allemaal over een luipaardprint. Ook leuk. Maar hoe leuk is zo'n koeienprintplaat? En deze was volgens mij €4,95. Ik heb toch een foutje gemaakt. Ik dacht dat die €4,95 was. Maar ik zie nu €5,95. Daarmee ga ik dus over budget. Oeps, niet helemaal goed opgelet. Maar hij is het wel dubbel en dwars waard, vind ik. Ik bedoel, het is 2-in-1. Dus eigenlijk €5,95 gedeeld door 2. Eigenlijk gedeeld door 3, want het is tegelijkertijd ook een koetje. Toch nog een soort van binnen budget dan. Ik weet het niet. Zou ik dus echt heel leuk vinden om te krijgen. Maar is waarschijnlijk ook echt leuk voor een kind van 3. Dan een iets volwassener cadeau. Namelijk deze champagneglazen. Het is een set van 4 champagneglazen. Ja, ik denk dat iedereen hier wel blij van wordt. Vooral ook als je dan toch gezellig met elkaar samen bent. Dan kan je wellicht ook meteen... Oh, misschien is het ook wel leuk om er een fles bij te doen. Of dat nou kinderchampagne is of een echte champagne. Maar ik denk altijd handig en leuk om te krijgen of te geven. En deze zijn €3,99. Nou, ik had het net al even over de luipaard. Print. Die ben ik dus ook tegengekomen. Ja, echt. De dierentuin is compleet. Deze luipaardprint. Dit is een badmat. Vond ik echt gewoon meteen heel erg leuk. Echt, hoe cute is dit? Ja, ik denk dat hier ook echt iedereen blij van wordt. Ik in ieder geval wel. Ik zag het en ik dacht, ja, zeer zeker wel een leuk cadeau om te krijgen. Ook zoiets wat je totaal niet ziet aankomen. En dan ineens, dan is het daar. En als je geen bad hebt, dan gebruik je hem lekker voor de douche. Dus...
Iedereen kan hier wel gebruik van maken, denk ik. En deze is €2,99. Dan was dit het allereerste cadeau dat ik tegenkwam. Waarvan ik dacht, ja, ik ga zeer zeker goed slagen. Want ik vond dit echt meteen al helemaal leuk. Het ziet er zo luxe uit. Dit is, of, ik heb niet eens verteld wat het is. Maar dit is een geur diffuser. Hadden ze ook in het wit en ook in het zwart. Ik heb trouwens geen idee hoe dit ruikt. Het staat op glow. Discover the luxurious scent of sun. Rich and intense. Ja, ja. Nee, is goed. Ik vind het er gewoon helemaal leuk uitzien. Hoop dat hij lekker ruikt, maar ik ga er gewoon vanuit. En deze was trouwens €4,99. Dus echt precies binnen het budget. Nou, over geuren gesproken. Ik heb ook een parfum meegenomen. En dit is de Rebel Moi Blush. Rebel Blush Moi. Of zo. Ik vond dit er echt super leuk uitzien. Zo met dat lipje erop. Deze is van Marc Dion. Ik heb geen idee wie dat is. Het klinkt een beetje als Dior, dus het zal wel goed zijn. In ieder geval ziet het er echt heel feestelijk uit. Zo met dat lipje erop. Lekker die glitters. Ik denk zomaar dat dit heel zoet ruikt. Het ziet er gewoon zoet uit. En deze is €3,49. Nog zoiets waar echt iedereen wel blij van wordt, denk ik. Een sjaal. Dan moet het natuurlijk wel eventjes je stijl zijn. Maar ik vond dit zelf dus wel echt een hele mooie. En ik denk dat ook dit echt bij de meeste mensen wel gewoon goed zou staan. Beetje lichtroze, die zachte tinten grijs. Echt heel mooi. En deze is €4,95. Nou, voor iedereen die dacht dat die champagneglazen al leuk waren, ik heb er nog veel leuker glas gevonden. Deze is jongens, zien jullie wat het is? Het is ook weer zo'n soort van 2-in-1. Het is namelijk niet alleen een glas, maar het lijkt ook nog eens op een kerstbal. Ja. Wie zag deze aankomen? Echt niemand, denk ik, hè? Hoe leuk is dit? Even serieus. Het ook meteen een rietje aan. Ik heb eigenlijk geen idee hoe je je drinken überhaupt hierin krijgt. Volgens mij moet je dit er dan wel echt even... Oh, kijk, dit kan eraf. Hier doe je drinken in en dan hoppa, draai je hem weer dicht. Dit is toch chic? Eigenlijk zou ik er echt meer moeten hebben. Eentje is niet genoeg. Hij is ook maar 99 cent. Voor €5 had ik er dus eigenlijk 5 moeten hebben. Ja, ik zie mezelf echt al helemaal home alone kijken zo. Lekker toch? Dan vond ik dit dus ook echt heel erg leuk. Dit is een... ja, ik vind alles leuk, 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 leuk. Dit is een setje van een handwash en een handlotion. Ofwel zeep en een cremmetje. Ik ben zelf altijd heel erg fan van die combinatie. Want als je vaak je handen wast, dan worden je handen ook wat droger. En ik vind dit gewoon ook zo chic staan in een badkamer of in een toilet. Dus hoe leuk als je dit zo samen meteen weg kunt geven. Het staat ook meteen op een houtje, in een houtje zelfs. Dus ja, dit vind ik een heel leuk cadeau. Uiteindelijk is het natuurlijk ook hoe je iets inpakt. Maar daar kom ik zo nog op. Dat je dit gewoon zo helemaal leuk kan inpakken en zo. En dit is €2,95. Deze ruikt naar sage en sandalwood. Maar ze hadden volgens mij ook lavendel en rose of zoiets. Dan heb ik ook deze bruisballen meegenomen. Die zijn voor in bad. Ik vind wel iemand met een bad om dit aan te geven. En deze waren €4,44. Dan heb ik ook een sieradendoos meegenomen. Deze was €4,49. Hadden ze ook in het zwart en in het tiel. Een beetje dat groenblauwige. Maar ik dacht lichtroze is wel echt heel cute. Kijk. Past van alles in. En er zit ook nog een spiegeltje in. Superleuk. En deze was €4,49. Ja, dan toch nog meer luipaardprint, jongens. Maar dit keer een roze luipaardprint. Dit zijn heerlijke pantoffeltjes. En die heb ik gehaald voor mi madre. Misschien kijkt ze ook deze video. Mam, je had even je ogen dicht moeten doen. Nu weet je al wat je gaat krijgen. Deze zijn €4,95. Dan, en dit is wel echt de spetter van de dag, denk ik. Dit is een theelichthouder. Die hadden ze in verschillende kleuren. Dit is hem in een beetje de bruin tinten. Maar ze hadden hem ook in wat meer blauw, in wat meer roze. Maar ik denk dat dit echt in elk huishouden wel mooi zou staan. Dit was dus maar €4,98. Dat vind ik echt een koopje voor zo'n complete set. Voilà! Dit is dan hoe dat eruit ziet. Dit is toch super leuk. Hier kan je dus iets van een bloemetje in doen. Hier theelichtjes in. En dan heb je echt een heel leuk cadeau hoor. Echt heel leuk. Trouwens is er ook nog een spiegel. Dus dat ziet er ook echt wel heel mooi uit. En dat reflecteert misschien ook nog een beetje dat licht en zo. Nou, wat een heerlijk cadeau vind ik dit. Nou, bij zo'n theelichthouder horen natuurlijk ook theelichtjes. Dus ik heb ook deze set meegenomen. Die trouwens op zichzelf ook heel leuk is als kleinigheidje. Hier zit zelfs zo'n strikje op. Helemaal cute. En deze ruiken naar gingerbread. Echt super lekker. Maar dit zou je dus ook eventueel bij de theelichthouder erbij kunnen doen. Of bijvoorbeeld bij de Buddha, waar ook zo'n vaccinelichthoudertje in zit. En deze was maar 99 cent. Dan heb ik ook dit kleinigheidje meegenomen. Dit is echt zoiets waarvan ik denk dat je het mee kunt nemen naar bijvoorbeeld een diner. Stel je voor je bent uitgenodigd, maar je doet niks van cadeautjes of zo. Dan denk ik dat het wel leuk is om dit te geven. Bijvoorbeeld aan je schoonmoeder of moeder of nou...
Eigenlijk is dit zelfs voor een man ook nog leuk. Maar goed, we hadden het over cadeautjes voor haar. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een hele leuke mok. En deze is €1,99. Ook zoiets waar de theelichtjes leuk bij zijn. Een lantaarn. En ik denk dat deze ook symbolisch heel mooi is. Ook vanwege de vlindertjes. Mocht je iemand zijn verloren, dan kan dit ook een hele mooie gift zijn. Om even wat extra licht in deze donkere dagen. Ergens neer te zetten of daar in ieder geval bij stil te staan. En deze was 98 cent. Nou, dan waren dat alweer alle cadeautjes. Maar bij een mooi cadeau hoort natuurlijk ook een mooie verpakking. En ik kwam echt wat leuke dingen tegen. Dus ik kon het niet laten om die ook eventjes mee te nemen en aan jullie te laten zien. Dit zijn namelijk verschillende cadeautasjes. Of eigenlijk zijn dit niet verschillend. Ik vond deze zo leuk dat ik er twee van heb meegenomen. Lekker glitterend. Unicorns, rainbows. Al die gezelligheid zit hierop. Deze vind ik ook zo leuk. Is misschien iets meer voor Valentijn. Maar überhaupt gewoon... super cute. Kijk, hier zit een soort van confetti in. Ook weer die glittertjes. Verder gewoon roze, cute. Helemaal leuk. Maar hoe leuk zijn ook deze cadeauboxjes? Dan hoef je dus niet moeilijk te gaan zitten inpakken en zo. Nee. Stel dat jij deze cadeau wil doen aan jezelf bijvoorbeeld. Dan kan je hem gewoon hierin kwijt. Hoppa. Dekseltje erop. En je hebt een superleuk cadeau. De geschenktas met confetti was 59 cent. De glittergeschenktas 1,48. En de geschenkdoos in het groot is 1,39. En de kleine is 79 cent. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit echt een hele leuke video vonden. Ik vond het in ieder geval echt superleuk om al deze dingen te shoppen. Want bij elk cadeautje dacht ik wel, oh dat is leuk voor die, dat is leuk voor die. Ik ben ook heel erg benieuwd welk van deze cadeaus jouw favoriet is. En aan wie je zo'n cadeautje dan zou geven. Dus laat dat eventjes weten in de reacties. Vergeet verder natuurlijk ook niet om even je duimpje omhoog te doen voor deze video. En te abonneren op dit kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel.